Deze steen heet lavendeljade, maar is ook bekend onder de naam purperiet. Het is een hele zachte en hele milde steensoort die voornamelijk op onze hartchakra en onze kruinchakra werkt. Hij zorgt dan ook dat wij duidelijkheid krijgen en dat wij weer genezing krijgen op het moment dat wij dat nodig hebben. Maar vooral als wij teleurgesteld zijn in het spirituele, dat wij keuzes hebben gemaakt die ons heel erg verkeerd vallen, omdat wij de indruk hadden dat dat de juiste keuze was. Je zal dan ook merken dat vele mensen emotioneel vastlopen als ze te veel vertrouwen op het spirituele. Maar soms is het nodig om tot een andere keuze te komen, een ander inzicht te komen. De lavendeljade helpt je dan ook om verder te gaan met jouw genezing en te zorgen dat je weer kan vertrouwen op het spirituele. Maar ook kinderen hebben heel veel profijt van deze steen. Juist voor jonge kinderen is dit een beschermsteen als ze bezig zijn met het spirituele, als ze nog duidelijk contact hebben met hierboven. Hij zorgt ervoor dat hun worden behoed voor die teleurstellingen, dat ze het kanaal zuiver houden en dat ze niet de emotionele klappen krijgen die ze anders wel zouden krijgen als ze te veel vertrouwen op de verkeerde keuzes die eventueel gemaakt worden. Dus duidelijk een steen die voor vele mensen is weggelegd, maar dan voornamelijk voor mensen die heel veel zachtheid nodig hebben, heel veel genezing, omdat ze emotioneel heel diep gekwetst zijn.